Ik zie hem niet! Oh nee! Kijk hoe hoog hij is! Ik denk dat dit 400 gram is. We gaan erachter komen. Oh! 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 Wow! Ze is klaar! Zo is het ruiken lekker, hè? Ik lijk te zien hoe het uitziet. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en volgens mij is het buiten, als ik dit zo zie, de mistigheid en de nattigheid op de grond en gewoon motregen, zo noem je dat, als het heel erg een beetje spettert, is het heel erg koud. Dus, niet alleen de teddy, dames en heren, de gloednieuwe teddy, die staat nu online op knolbouw.nl, de gloednieuwe teddy. Vandaag, hoe lekker comfortabel is deze? En dan nog even windjas eroverheen en dicht. Gaan wij eventjes naar buiten. Het is dus eigenlijk zo'n typische dag dat je gewoon lekker binnen gaat zitten. Misschien wel koekjes gaat bakken. Misschien gaat dat ook wel gebeuren. Maar voor nu willen we sowieso eerst nog eventjes naar buiten. Om toch even een frisse neus te halen. Ja, dat vinden we lekker, hè? Ja. Even lekker fris neusje. We zijn niet van suiker. Dat zeg je meestal als het heel hard regent. Maar dit is echt gewoon, kijk nou. Oh, het regent wel iets harder dan ik dacht. Mag ik alsjeblieft rijden? Ja, graag. Ja, wil je dat? Want anders spet het erachter zeker. Hé, nee? Ja. Nee, omdat ik graag een keer nog door de bosjes wil. Nee, dat ga je niet doen. Een van de laatste keren dat ik aan het rijden was. En dat ik hier zo bij mijn voordeur gewoon weg ging rijden. Wilde ik door de bosjes hier zo. Want ik zag zoiets als dit. Kijk, je hebt zeg maar overal. Is het helemaal dik bebost. En dan heb je hier zo'n stukje waar je wat ruimte ziet. En degene die achterop zit, die wordt dan echt zwaar gelanceerd. En in dit geval was mij dat die vloog ik vloog zo erg door de lucht. Ja, dat was echt niet normaal. Dat was echt super grappig. En ik heb daar nog steeds echt een ziek litteken van. Ja, wil je die eens laten zien anders? Ik weet niet of het We gaan eerst even naar het moment kijken en daarna krijgen jullie een litteken te zien. Check dit. Gaan we? Oh! Ah! Wat gebeurt er? Er is een klein stukje vel vanaf. Nou, dat was van korte duur. Oh, wow, kijk dan. Dat is hem. Dit is gewoon het litteken. Ja. Wow. Echt ziek hoor. What the fuck, hè? Ja, bizar. Echt serieus bizar. Maar op je scheenbeen zit ook gewoon volgens mij weinig bloedvaten of zo. En dan krijg je nog sneller litteken. Dan herstelt het minder. Ja, dat was wel echt even een ervaring. Ja, je bent nooit veilig met mij. Nee, daar heb ik voor gekeken. Als je bij Enzo komt werken, dan teken je een contract. Ja, dat is wel zo, ja. Dat is wel zo. Enzo is een stuntman. Ja, dat is wel zo. Als hij jou pijn doet, dan is het jij eigen schuld. Nee, grapje. Waarom wil jij rijden? Want dan word je nat, hè? Ja, weet niet. Het is al lang geleden. Meestal rij jij. Ik dacht, ik wil nu lekker rijden. Ja. Daar hebben we ze. De ballonnen. Leuk. Zullen we ook weer eentje halen? Ja, is goed. Lijkt me geniaal om weer zo'n grote heliumballon te halen. Oh my god, deze wil ik hebben. Oh my god, inderdaad. Oh, een Pokémonbal. Niet deze. Wow, Spider-Man. Nee, dan kies ik toch voor Pokémon. Oh mijn god, dit is geniaal. Ik wist niet dat je hier allemaal van die gekke ballonnen had, joh. Kijk nou wat je allemaal hebt. Je hebt hier ook Darth Vader. Je hebt Mario. En je hebt hier SpongeBob. Hij is 71 centimeter. Dat is best groot, geloof ik. Wat is de kans dat die knapt? Oh ja, ik blijf het zo mooi vinden. Want elke keer als ik hier kom en ik zie hem weer, dan schiet ik in de lach. Omdat, nou, wat er toen gebeurde de vorige keer met echt zo'n mega ballon was echt hilarisch. Maar als het goed is, is het nu gewoon een pokeballetje even snel. Voor de bij. Hij is niet zo heel groot, deze, geloof ik. Hij is net zo groot als die. Oh, net zo groot als die, oké. Kijk, mijn pokebal. Ik dacht, dat gaat bijna. Nice. Perfect. Ga je er weer mee rondracen? Of... Ja. Ja, dan doe ik een extra knoopje in. Ja, graag. Wil je tijger of wil je zwart? Doe maar zwart. Wat is dit? Ik weet niet, ik zie wel van die grappige tuutjes. Oh, die zitten aan elkaar. Zijn dit slingers? Ja. Deze zitten allemaal aan elkaar. Knopen, ja. Oh, knopen. Knopen. Zelf knopen. Ja, knopen, ja. Oh, geniaal. Wil jij een grote ballon? Dat is een hele kleine. Ik wil deze, ook met helium. En gewoon zo'n grote weer, joh. Ja, dat wil jij dus. Ja, kies maar een kleurtje. Welke kleur hebben we nog niet gehad? Hebben we al rood gehad? Volgens mij niet. Mogen we dan toch ook nog zo'n grote? Je doet het erom, hè? Ja. Ik wil hem graag extra groot. Extra groot? Ja. Op het randje? Ja.
afgemaakt is dit. Nog een beetje. Eén tikje nog. Ja, één tikje nog. Oh ja, dit is goed. Dit is perfect. Zo, hij is echt heel groot, hè? Niet normaal. Nou, dames en heren, heb ik 2 pokeballen. 1 hele grote, 1 kleintje. Zo, daar gaan we weer. Holy shit. We binden het wel aan jouw pols. Aan mijn pols? Ja. Goede knoop, hè? Dubbele knoop. We kunnen hem toch straks weer losknippen. Ja, daarom. En er was nog genoeg lijn. En dan deze ook aan die pols of deze aan de andere? Deze aan de andere. Oh mijn god, nu motorrijden. Dat is niet de chillste wat er is. Wat een strijder. Wel een vette motor, maar het is niet heel chill weer ervoor. Zo. Ja, zit het goed vast? Ja. Perfect! Hé, hey, maar je had wel heel leuk dat tasje ook naar binnen gezet. Ja, die moeten we wel weer meenemen. We hebben namelijk leuke spelletjes gekocht en dingetjes om te doen thuis. Ja. Met dit weer, want ja, het is gewoon kakweer. Dus we gaan wat leuke dingetjes binnen doen. Wordt wel echt vet. Woep woep! Het ziet er geniaal uit. We zijn bijna thuis. Nee, we kunnen hier poffertjes halen. Poffertjes? Ja. Wil je poffertjes halen? Ja, dat kan daar. Oh, oké. Okay. Sinds wanneer word jij zo blij van poffertjes? Nou, ik zie je niet. Poffertjes, het is super slecht weer. Het is wel lekker nu hoor. Wil jij ook poffertjes? Ja, ik neem ook wel een paar dan. Hallo. Hoi. Wil je lekker genieten? Ja, lekker. Oh, dat is echt lekker. Zeker. Ja, het ziet er goed uit. Dat is een goede keuze voor jou. Beetje boter erbij. Oh. De damp komt ook nog helemaal zo. Ja, hè? Oh, echt heerlijk. Nee! Ik zie hem niet! Nee! Waar is die? Oh, nee! Kijk hoe hoog hij is. Oh, mijn god. Wat? Ik kwam achter dit bosje te hangen. Kijk, hij brak af. Oh, mijn god. Nee, kijk dan. Je ziet hem al. Ja, hij is daar. Pokeball! Oh, mijn god. Dat vond ik juist de leukste. Ja. Oh, wow, kijk dan. Je ziet hem al bijna niet meer. Nee. Zo mistig is het ook. Oh, hij gaat wel heel hoog. Ja. Wauw, hij is gewoon serieus gewoon hier afgebroken bij het lintje. Verdorie. Het knoopje zat er goed in, maar hij is gewoon gescheurd. Ja, hij is gewoon echt gescheurd hier bij het lintje. Dit is ook ander materiaal dan deze. Ja. Dit is echt van dat hele harde lint. Ja. Het scheurt niet zo snel. Nou, wouden we net even een leuk shot maken. Hadden we niet moeten doen. Nou, heb ik alleen de rode nog. Rood is wel het grootst. Ja, en wel knolpouwen ook, hè. Dat is wel vet. Nou, gaan we het shot opnieuw maken? Ja, ga weer daar staan, kom maar aanrijden. Ja, ik ga weer die kant op rennen. Hey. 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 Ik zit zo lang met die ballon. Hoppa. Gaan we een mooie aan de kerstboom vastmaken. Oeh, dat is wel een goeie. Gaat de kerstboom nog niet omhoog. Ja. Door het raam komen flikken met de kerstboom als raam. Gaat de kerstboom. Ja. Het zou wel een keer vet zijn om een soort van experiment te doen met meerdere heliumballonnen en iets gewoon de lucht in te laten. Ja, je moet echt heel veel heliumballonnen hebben. Wil je bijvoorbeeld jezelf de lucht in laten gaan? Ja, klopt. We hebben echt heel veel nodig. Want ik bedoel, hier zit wel wat kracht aan, maar wat kan je hiermee omhoog doen? Ik denk een paar pennen of een paar potloden. Ja, dat is echt maar een paar gram. Ja, dat is het enige. Je moet echt heel veel hebben, wil je überhaupt gewoon 2 kilo of zo omhoog krijgen. Yep. Heb je echt al heel veel nodig. Nou, hij matcht echt enorm bij je jas. Ja, perfect hè? Ja. Oeh, pakketjes. Ja, pakketjes voor de deur. Best wel gek eigenlijk, dat we altijd met de fiets van buiten gewoon zo in huis gaan. Yup. Gewoon in de woonkamer. En nu is hij ook helemaal nat en vies. Ja. Je moet wel uitkijken met het plafond hoor, denk ik. Oei! Gewoon geen probleem. Geen angst. Gewoon geen angst. Soms ben je te bang, hè? Ja, vaak ben je te bang. Nou, afknippen dat ding en dan met een kerstboom daar ergens laten hangen of zo. Ja. Kijk, we hebben ook weer een nieuw pak melk. Ja, als je daar een beetje water in doet, kan je weer lekker boven flippen. Ja. Zo, bevrijd. Je bent vrij, jongen. Leuk. Geniaal. Geniaal, hè? Nou, dat is even leuk. Op deze manier komen we toch maar even lekker buiten. Dus dat is wel even lachen. Nu gaan we even wat leuke dingetjes hier zo doen. We hebben echt wat leuke dingetjes gekocht. Hoi! Oeh! Hoe zie je dat? Wow, je schrok laat. Hoi! Wow, dat was een late reactie.
reactie. Ik zat zo diep in gedachten. Ik zat echt na te denken. Ja, ga je lekker knutselen? Ja. Tekenen bedoel ik. Ja. Wow. Ik zat echt diep in gedachten. Ja, je was helemaal... Die reactie was zo laat. Ik zei, hoi! Ja, ik was met mijn hoofd was ik echt een paar kilometer ver. Ik was helemaal aan het visualiseren. Ja? Waarover? Ja, ik dacht van, oh oké, okay, als Milan gaat streamen, stel voor hij streamt dan Warzone en ik doe mee, dan zit ik er zo bij en leuk. En... Echt? Ja, en toen in één keer, ja, toen werd ik helemaal uit het moment gezogen. En toen in één keer realiteit. Ja, kan je met je navel alsjeblieft dat dingetje doen? Ja, dat kan ik wel. Dat probeer ik dus ook wel de hele tijd te doen. Ja, dat kan ik wel. Kom maar. Oké, ik heb hier mijn knutselhoekje gemaakt. En ik heb hier een boekje gekocht zojuist in het dorp. En dit heet Dot to Dot. Oftewel stipje naar stipje. Ik weet niet of jullie dit nog kennen. Of misschien hebben jullie het nooit gekend. En dan maak je er nu kennis mee. Maar je moet dus letterlijk van stipje naar stipje tekenen. En daar staan allemaal nummertjes. En dan ga je gewoon van 1 naar 2, naar 3, naar 4, naar 5, naar 6. En zo helemaal tot het einde. Nou, hier is het einde. Nummertje 68. En dan uiteindelijk heb je iets getekend. Nou, daar heb je gewoon heel veel verschillende dingen in. En daar ga ik even een paar van maken. Dat is gewoon een leuk tijdsverdrijf. En ik heb hier lekkere appeltjes. Ik heb hier wat eten. Ik heb hier wat drinken. Nou, lekker. Telefoontje erbij. Muziekje op. Helemaal chill, toch? Hoppakee. Goeie vibes. I like it. A few moments later. Even kijken welke ik allemaal heb gemaakt. Ja, ben benieuwd. Ja? Even kijken. Nou, als eerste de hand. Begin hier. Ja, dus de hand heb ik gemaakt. Daarna heb ik de haai gemaakt. Wow. Wow, dat is cool. Daarna heb ik een... olifantje gemaakt. Een olifant gemaakt. Toen een klote. Mug. Ja. Een libelle, denk ik. Denk je een libelle? Of is het een mug? Ja, kan ook een libelle. Ik heb geen idee. En dan hebben we hier een wolf. Ja, vet hoor. En dan hebben we hier een hele gave Pidgey van Pokémon. Oh, ja. Ja, ja. En dan hebben we hier een hele mooie hond. Deze vind ik het mooist. Ja, die is tof. Die is echt gaaf. En dan hebben we hier naast meteen een kat. Ja. Yeah. En dan hebben we hier als laatste, en volgens mij is het een molrat of zo. Ja, dat of is hoe heet het ook ja, weer? Ja, ik weet het niet meer. Miereneter. Dat kan ook. Ja, dat denk ik eerder, ja. Kan ook een miereneter zijn. Cool. Nou goed, en zo heb je er echt nog veel meer. Dat is echt niet normaal. Ja, leuk. Ja, het leek me gewoon wel leuk. Het is even tijdsverdrijf. Dat is echt serieus. Ja. Dus ik heb even heerlijk een uurtje besteed aan tekenen. Myron! Ja? Ik heb iets voor je. Yay! Hallo, hallo. Kijk eens even wat ik hier heb. Het is niet de originele Knolpower verpakking. Er zit wel een Knolpower stickertje op. Maar kijk. Yes. Dames en heren, we hebben hier de Knolpower scrunchies. Yeah. Gloednieuw, voor het eerst. Ik heb nog nooit scrunchies gehad. Maar omdat het gewoon werd aangevraagd door alle vrouwelijke kijkers, alle dames, heb ik nu deze mooie scrunchie. Kijk eens even hoe vet. Ja, nice. Als het goed is, zit hier ook nog, kijk, hoppa, een roze bij. Ja, roze. Die is ook heel erg tof. Hoppa, meteen vier. Heb je er genoeg dan, meteen? Nee, dat zijn er dus 8. Oh, de 8. Wow, 2 per verpakking. Oh my god, wat nice. Wow, dit is echt gruwelijk. Ja, geniaal. Ja? Ja, dat is echt nice. Ja, deze staan nu ook op knolpouw.nl sinds vandaag. Mooi. Echt heel erg tof. I like it. Nice, knolpouw scrunchie bro. Vind je daarvan? Wow, ja, serieus wel vet. Looking good, hè? Mooi, hè? Ja, echt heel erg nice. En we hebben hier ook nog dit. Wow, prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. En dat zijn hey. Ja, die krijg je bij je bestelling als je met feestdagen bestelt. Echt leuk. Dus dat is gewoon nu, zeg maar. De rest van het jaar. En we hebben hier dan nog als laatste, hebben we van deze Knolpower Shoe Clips. Ja, dit is wel echt heel erg cool. Weet je nog die Nike Air Force Supreme schoenen? Wil je die voor mij pakken? Kan je die zelf niet pakken? Nee.
Want mijn schoenen zijn zo zwaar dat ik kan niet meer bewegen. Jij zit vast hier op de grond. Ja. Oh ja, dat snap ik wel. Nou, dankjewel. Hoppakee. Kijk, hier hebben we de schoentjes. En dan hebben we hier die shoe clips. En dan ga ik jullie nu even iets demonstreren. Kijk hoe hard het is. Ja, dit is fucking hard. Dit is echt niet normaal. Dit is echt keihard. Ik ben nu even aan het overdrijven. Ik doe ze nu alle vier erop. Maar dat is wel echt heel vet. Thijs, check dit. Wow, dat is live. Maar hoe zit het hier aan? Het is gewoon... Heb je helemaal doorheen moeten doen? Nee, dit is gewoon een clipje, bro. Dat is een clipje? Ja, dit lijkt echt heel slecht gespeeld. Alsof ze dit gewoon... Dit is zo'n slechte reclame. Wow, ja. Kijk je niet erop? Het is gewoon een clipje, bro. Het is Kan je ook bij mijn schoen doen? Thijs heeft het serieus nog nooit eerder gezien. Ja, dat kan ook bij jouw schoen. Ja, misschien omdat je zulke ronde veters hebt dat het niet kan. Nee, dat kan gewoon passend maken. Ja, kijk dan op alles. Kijk. Yeah! Hey! Dat is echt hard. En ook die sokken erbij. Check die movement. Even zo laag filmen. Doe maar hierop. Waarom adem jij zo hard? Nee, ik adem altijd hard. Ik adem net al van even die kuiten trainen. Hoppakee. Het voegt toch iets toe in je uitje, hè? Zo'n rode tint erdoor. Ja, is perfect. Flexen. You know what we do. We flex. Ik vind het echt geniaal. Ja, is hard. Maar bij rode veters is het alras. Heb je jouw foto alweer een keer bekeken op de koelkast? Ja, zo leuk. Die is echt zo leuk. Die foto die schreeuwt gewoon als je naar kijkt. Ja. Hij heeft ook meteen die bril deze. Zo fijn deze bril. Mijn nieuwe bril. Oké, cool. We gaan iets heel erg leuks doen. Wie het hoogst gooit, mag het zeggen. Dat wil jij ook zeggen? Ja, nee, ik pak hem al op voordat je het zei. Maar we zijn... Wie het hoogst gooit, mag vertellen wat we gaan doen. Ja, maar hij weet niet eens wat we gaan doen. Ik weet niet wat we gaan doen, dus dat is moeilijk. Oh, dan hoop ik dat ik... Dan hoop ik dat ik het hoogst gooi. Dus dan gooi je vast... Palen. Hoezo kijk je weg? Je hebt een bril. Oké, ik eerst. Ja. Thijs. Ze is altijd. Ik hoor nooit geen. Je moet nou of één gooien, anders is het al klaar. Ja, wij blij dat jij het niet bent, want jij wist ook niet wat we gingen doen. Wij gaan de avondplanning bepalen. Weet je wat het leuk is? Bijna. Wij gaan vanavond spelletjes doen. Kom op, moeilijk uit. Ja, als... En als dit het voorteken van jou is dat je één gooit, dat is niet goed. Kijk, komt ie. Dus mijn roltechniek. 1-1. Gaat de keuken. Oh, of kijk. Toch niet? Hoppa, lievelingsgetal. 4. Nummer 4. Ja, wij gaan dames en heren. Hé, hey, hoezo mag ik niet gooien? Ik heb nu al gezegd. Jezus. Hey, maar gooi maar gewoon even om te kijken of je zo hoort. Ik zeg maar, let op. 2. Niet veel goeds, hè? Nee, jij mag zeggen wat we gaan doen. Kun je Demi nog even gooien? Kom aan, hè. Als hij 6 gooit. Dan mag hij de avondplanning bepalen. We hebben hele mooie dingetjes. Myron die heeft zich even uitgesloven in het dorp. Die heeft namelijk hier een kerstroller gehaald. Nou, die heb ik ook nog eentje gepakt. Ik denk neem ik ook gewoon eentje mee. Ik wacht al naar in de bank. Dus, ik heb deze van thuis meegenomen. Nice. We hebben hier ook... Dit vind ik echt verschrikkelijk dat Myron dit heeft gehaald. Ik vind het echt top. Ik heb ook helemaal geen zin om dit te doen. Dat heb ik nog nooit gedaan, maar ik wil het echt graag doen. Serieus. Zo'n huisje bouwen. Ja, ik heb nog nooit zo'n huis gebakken. Van koekjes. Ja. Een huis gebakken. Dit vind ik dan wel heel leuk, want dit zijn sterretjes en we maken dan ja, dat is zo op het beeld, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ja, dit vind ik ook heel leuk sterretje. Ja, ik vind dit ook echt heel leuk. En daarbij hebben we nog, wat is dit? Parels, zachte parels. Ja, die kunnen we wel een paar proeven dadelijk. Ja, zeker. En we hebben hier een spuitzak. Ja. En we hebben hier suiker, we hebben hier tarwe, bloem. Wat zijn dit? Ook allemaal zachte parels. Ziet er ook lekker uit. Ja, ook lekker. We gaan gewoon kerstkoekjes bakken, dat is toch leuk? Roomboter, we hebben poedersuiker, folie en kleurstoffen. Nou, we hebben genoeg toch? Om mooie dingen te doen in de keuken. We gaan iets moois bakken. Ja, dat dacht ik. Ik heb zin in. We gaan mooie dingen doen in de keuken. Mis nog één iemand en dan zijn we klaar om te bakken. Arrived. Oké, daar is die dan. We gaan bakken. Yes, we mogen 170 gram boter hier afwegen. Ja, top. Hier ben ik altijd wel heel... Ik ben hier goed in. Ik ook. Dat gokken zo. Ik kan zo in één keer 170 snijden. Dat doet mij niks. Maar ik moet wel weten hoeveel in totaal is. 250.
Het is heel zacht. Ik ben erg benieuwd, ik ben erg benieuwd. Ja, top, hè. Precies 170. En dat stukje wat je eraf al gehaald hebt, dat hoort? Oh, deze moet er nog bij. Oh, die moet er nog bij, ja. Oh! 167. Wow. Dat was echt... Gem, hè? Dat is wel echt knap, hoor. Hij staat nu inmiddels op 166. Zo. 4 gram. Ja, dat is bijna... Wauw. Doei. Dat is echt knap. Doen we dat er nog even bij. Oké, dat moet in deze bak. Zal ik hem vasthouden? Dat snap ik dan niet, hè? Dan moet dit in die bak. Waarom neem je dan hier niet op? Ja, dat kan ook. Je moet efficiënt omgaan met die dingen in de keuken. Klopt, de boter met suiker. We moeten 200 gram suiker hebben. Hij staat nu op 0. Dus moet dat ook weer doen? Nee, dat mag je eigenlijk niet. Ik ga hier erin doen hoeveel ik denk dat 200 gram is. En doe ik hier erbij, hè? Dit is 600. Zo mooi dit proces. Zo druk je tijd. Zeker weten? Ik kan niet meer druk, hè? Ik denk dat dit 200 gram is, wat ik nu hierin heb. Hij zit nu op 0 gram. Oké, daar komt hij. Come on, hè. Oh my god, hij staat op 111. Hij moet dus wel een ziek getal. 111. Yeah. Oké, maar daar kan dus echt nog wel wat bij. Deze moest er ook in. Nee, bro. Oh, die moesten zon of pakking. Ja, nu heb ik te veel, hè. Kut, we hebben 10 gram te veel. Moeten we eruit spoelen? Nou, lekkere zoete koekjes. Die twee erin. Deze twee zakjes? Ja. Die kunnen wij. En een oversnufje zout. En twee eieren? Nee, die moet eerst dan het eerste gemixt worden. Ja. Ik heb zin om zo kapot te worden. Maar dat kan niet, hè. Nee? Ik kan een ei niet zo kapot knijpen in je hand van. Dat is serieus. Ja, nee, ja, lacht hij weer, denk ik. Dat is grap. Probeer maar, dat kan niet. Natuurlijk kan het wel. Nee, dat kan niet. Dat is serieus een ding met je handpalm dat je hem niet kan kapot krijgen. Ja, tenminste, ik heb dat vroeger gedaan en toen kon ik dat nog misschien. Nee, we zitten kleine handen. Oké, ga jij eronder staan? Nee, dat weet ik niet, maar misschien ben je heel sterk. Maar volgens mij kan dat niet. Ik ben het zo moe. Ik meen het echt. Ik denk dat er ook wel plastic van de bak bij is gekomen met al het schrapen. Oké, jij één eitje, ik één eitje. Ja, dit kan ik dus echt heel goed. Ja, okay. Zo sick. Oh my god. Ik krijg kippenvel, man. Ik weet ook niet hoe dat kan. Nee, hij raakte net zo'n plekje die zo in je tikje kreeg. Wat? Hoe dan? Ik krijg er een hard hoofd van. Oh, pijn. Ik doe zo op mijn knieën. Nee, hoe kan dat? Mijn hoofd. Hoe kan dat? Nee, maar daar doe je bij achter. Oh my god! Nog één keer. Bro, hoe kan dat? Dus andere kant van mijn hoofd. Hoe kan dit dat eind overleven? Ik snap er niks van. Wat? Nou, maar deze kan je niet met je hand kapot knijpen, denk ik. Nou, probeer maar. Bro, laat me wel één keer proberen. Dit slaat helemaal nergens op. Ben je nou een troller? Dat je dan ineens zo doet, oh jongens, hij werkt niet, hij werkt niet. Dan ineens zo hard gaat slaan, hè. Doe maar bij my red. Nee, ik ga het echt proberen. Wat? Nou, ik begrijp er helemaal niks van. En als ik nou tegelijkertijd zo naar achter doe? Ja, ik denk dat dat wel gaat. Nee, dat ga ik niet doen. Ik kreeg weer kippen. Dit is echt niet normaal, hij doet wel hier. Jezus. Nu gaat hij wel. Ik heb geen idee, hè? Nee, ik heb geen idee. Ken je dat trucje dat zeg maar mensen zo een lepel in de mond hebben? Ja. En dat de ander dan op de achterkant slaat, zo heet het. Ja? Ja, die ken ik. Nou, wat denk je dat ik deed dat op je hoofd sloeg? Oh my fucking god. Krijg een vuist. De hele tijd mijn knokkel zo. Oh, ik ben zo dom. Ik geloofde het. Daarom zat Damien te lachen de hele tijd. Oh my god, dat is gewoon echt niet dom. Oh my god. Ik pakte jou gewoon terug, omdat jij mij met dat knijpen, met dat ei, dacht ik moet jou terugpakken. Maar dat is echt. Yes, nu moeten we... Mogen we deze aflikken? Ja, die moeten we aflikken, toch? Gast, er zit rauwe ei door. Ja, heerlijk. En nu? 400 gram bloem. Dus laten jullie magie maar even weer zien. Hoeveel is dit? 1 kilo. Oh. Ik denk dat dit 400 gram is. We gaan erachter komen. Oh! Oh, oh my god, wacht even. Oh my god. Is dat dichterbij dan mij, ja, op het begin? 1 gram dichterbij dan jij. Oh my god. Kijk dan, dit heb ik gewoon gegokt. 400 gram. Heel steady. Er moest 400 gram in. Boy, yo. Dat is echt... Wauw! En nu moet dat hierdoor en dan moeten we het spatel eerst even doorroeren en daarna kneden. Oh, dat kneden vind ik echt naar. Ja, dat is leuk.
Oké, doe ik wel. Kijk, hij heeft echt al best wel goed voorwerk gedaan. Ja, eigenlijk te veel. Gaan dit lekkere koekjes worden, denken jullie? Ja, het ziet er wel goed al uit, die textuur. Vind ik ook. Textuur. Ja, je kan even proeven, ja. Zo satisfying. Dat doe je echt heel netjes. Ja? Ja. Is hij eraf? Nee. Want je laat het echt zo lekker tussen je. Ja, maar ik moet er eigenlijk een balletje van maken. Dat weet ik niet hoe ik het ook kan doen. Ik ging een compacte bal van maken. Denk je dat het gaat lukken of moet er meer bloem door? Ik denk wel meer bloem, maar hij is heel plakkerig nog. Ja? Ja, hij is heel plakkerig. Maar dat komt ook omdat het nu echt aan je handen plakt. Ja. Kan. Maak er wel een zooitje van, hè? Ja, weet je wat het is? Anders geef je hem aan mij. Oh, maar hoe ga ik er ooit los krijgen? Ja, dan misschien moet je even zo... met een vork of zo. Ja, dan moet je zo schrapen. Nee, zo met, dat, met die spatel van Enzo. Bro, je hebt echt gekliederd. Ja, je moet gewoon alles er zo afhalen. Ja, dat is echt, je hebt het echt zo vies gedaan. Nee, maar weet je, daar zat er weinig meel bij, dus kom niet voor. Waarom moesten we het zo erg afwegen als er nu zoveel verloren geld op Thijs' handen? Ja, inderdaad. Kan ik niet die bal vastpakken dat het blijft plakken? Ja, kan je niet gewoon je handen ook in de oven doen? Ja, dat kunnen ook al doen. Voor lekker koekie. Kan ik gewoon mijn handen aflikken straks. Oh, wacht nog een stukje zo. Ja, maar... Anders boeien, we hebben genoeg. Nee, ik heb het recept keer 2 gedaan. Oh, echt? Ja? Nice. Oké, deze moet nu een uur in de koelkast. Echt? Ja. Dus, rijst, hè? Ja, dus wil jij wat van die folie pakken? Ja. En dan wordt daarin. Hoe dan? Zo, toch? In een bal moet erin, toch? Ja, een beetje een platte. Ja, top. Zo moet hij erin. Zo? Hij is hier uitgescheurd. Zo. En dan gaan wij wachten tot een stuk brood. Het avondeten is er. Hoppakee. Dames en heren, dit gaat er zeker weer in. Marvin die had natuurlijk weer het idee om sushi te eten. Dus sushi zeg ik, ja, maar is goed. Afgelopen tijd heb je zo lekker gekookt. Ja. Dan kook ik nu een keertje. Lekker. Hoppakee. Boomba. Dames en heren, ik heb een spelletje gekocht. Wedden dat je het kan. Nou, nu ben ik hier met hele talentvolle mensen. Ik ben hier met Quinny Boy, met Isa en met Damien. Super talentvol. Hey, ik vind van wel. Ik ga alleen maar met talentvolle mensen. Hoezo noem je mijn naam trouwens? Ik noemde alleen de mensen op die talentvol waren. Maar goed, we gaan door. Nee, even een shout-out naar Thijs. Volg Thijs op Insta. De spelregels en het doel van het spel. Er zijn allemaal challenges die we moeten doen, denk ik. Ja, denk ik. Nou, lees er eentje voor. Ja, ik denk dat dat het is, man. Was dat de uitleg van het spel? Ja. Oké. Ik zie een paar kleuren. Oké, wat wil jij? Misschien nog Isa. Jij mag eerst. Dames eerst. Kies blauw. Alsjeblieft, kies blauw. Dat was toch leuk geweest. Ja, kies blauw. Ja, ik pak de wit. Ja, maar dat vind ik dan vervelend, hè? Jij kiest blauw en jij kiest de witte. Ik dacht precies hetzelfde. Maar jij hebt wit aan en jij hebt blauw aan. Ik snap dat niet, hè? Ik moet hem autisme. Zo, kijk hoe heftig dit is, hè? Wow! Doe nog eens. Eén keer aanraken. Nee, maar dat is mijn hart. Nee, maar niet knijpen. Dat is mijn hart. Nee, maar ik wil wel gewoon een keer zo voelen. Niet mijn liefde bespelen. Nee. Nou, heel vies, ja. Dat is bizar, hè? Hij lijkt helemaal vliezen. Ik heb ook talent. Ja, als ik zwem, doe ik die ook altijd onder water. En toen heb ik een vis. Yo, lijp, hè? Oké, wat wil je? Heel leuk. Ja, ik wil eigenlijk ook wit, maar dat kan niet. Dus doe maar zwart. Je hebt zwart. Nee, ik ben bijna helemaal in het zwart. Rijm maar. Ja. Pak ik, heb ik iets van geel? Nee. Heb pak geen, geel. Geen gele slip aan? Nee, helaas niet. Nou, ik denk dat we die allemaal, bij de start. Dat lijkt me handig. Nou, we hebben hier 3 van die zandlopertjes, want we moeten dus dingen doen in een bepaalde tijd. We hebben hier iets van stacks. Ofzo. Kijk dan allemaal geven. Yo, ik ben benieuwd, man. Kijk op die gua. Dit spelletje was een aanbieding. Er stond een sticker op van 1999 naar 1899. Nou, ik denk dat kan ik hem niet laten liggen, hè? Nee. Dat was echt een zieke aanbieding. Zo. Ik zag daarnaast ook een spelletje was van 1499 naar 1499. Maar daar trapte ik niet in. Maar die sticker zat er serieus op. Jammer dat ik het niet heb gefilmd, maar dat is echt zo. Maar hey, serieus, hè? Die spullen van mij, zoals die crunchies, is nu alleen vandaag, hè? Van 999 naar 999. Moet je ook in die camera kijken als je dat vertelt. Vol trots. Bro, weet je hoe moeilijk het is om 999 te zeggen? 999. Wat zit er nog meer in? Ja, er zit dus een dobbelsteen in. Oh. Dat is echt zo moeilijk. Maar we gaan deze niet gebruiken. We gaan die grote gebruiken. Juist. Come on. En daarom heb ik die besteld op het internet. Hey, ga op het internet. Oké, hier. Gooi zes om in te gooien. Tuurlijk, kom. Oh, jij dacht even dat ik één zou gooien, maar ik ben niet zoals jij, Thijs.
dit is de dobbelsteen die we gaan gebruiken. Maar wie over het bord heen gooit en het bord verpest... Die moet naar huis. Ja, die doet niet meer mee. Yes. Kijk, dus hier staan allemaal leuke opdrachten. Dus ik ga jullie even één opdracht voor laten lezen. Pak maar eentje, Isa. Geef die kaart maar aan mij, die mag jij niet zien. Kan de speler zijn haar hand weghalen voordat een andere speler erop slaat? Snap je? Dat is leuk, hè? Ja, dat is serieus inderdaad. Kies jij eens eentje uit, Quinn. Kan de speler van een meter afstand de dobbelsteen in een bekertje op tafel gooien? Nee. Hey, zie je dat? Dit zijn wel mooie dingen. Het zijn echt van die challenges, ja. Dat vind ik leuk. Die challenge. Net zoals die bottle flip, dat soort challenges. Natuurlijk mag Isa beginnen, want zij is de knapste aan tafel. En de jongste. Ja, dat zei Quinn de jongste, maar... En de enige vrouw. Ze al het recht om te beginnen. Oké, let's go. En je doet ook iets met rechten, toch? Ik studeer rechten. Ja, daarom alle rechten om te beginnen. Oké, okay, let's go! Wow! 3, 1, 2, 3. Oh, dit is vraagteken. En wat moesten we ook weer doen met vraagteken? Ja, moeten... Wij moeten lezen. Oh ja, wij mogen hem allemaal lezen. Wij mogen hem allemaal lezen. Het is even nadenken nu, omdat we het nog niet kennen natuurlijk, het spelletje. Maar we hebben het zo net even een soort van ontleed en we weten het. En het kan wel echt superleuk zijn. Oké, okay, nu ga ik hem even lezen. Oeh! Oké, okay, wij mogen hem allemaal lezen. Isa mag hem niet lezen, want dit is een vraag die wij straks gaan stellen aan Isa. En er staat op het kaartje staat een zandloper. En zoveel tijd heeft ze om deze vraag te beantwoorden die hier staat. Kan de hele... Ja? Dus die vraag mag Isa niet zien. En wij moeten nu kiezen van gaat het haar lukken, ja of nee. Ik denk deze. En dan zet ik deze twee in. Jullie weten wat hieronder zit voor kaartje. Ja, dat is de tegenovergestelde van deze. Dit is mijn pakketje. Dus ik zet 20 in. Jij zet 10 in. Ja. Damien zet 20 in. 30. Ik zet alles in. Oh, 30. Jij zet alles in? Alles in. Oh, vertrouw in je vriendin. Ja, ik kan of niet. Of niet, ja. Dan weet je inderdaad nog niet. Oké, okay, het is de rode, hè? Ja, oké. Okay. Okay. Moet ik hem eerst oplezen en dan draai jij hem gelijk om, ja? Ja, is goed. Oké. Okay. Kan de speler 5 verschillende soorten kaas opnoemen? Go. Jonge kaas, oude kaas, belegen kaas, porcelain en geitenkaas. Boom! Wow! Nou, even kijken. Gaan we even bij Quinn als laatste? Daar ben ik benieuwd naar. Ik had 20 gestemd op ja. 10 op ja. Excuses. Oh! 30 op nee! Oh! Wow! Oké, okay. En Quinny Boy? Ja! Ja, hij wist het. Ja, ik wist het. Oké, okay, en dit betekent dus dat Isa bij elkaar 80, 100, 110 van de bank krijgt. Jij moet de 30 inleveren. En wij krijgen allemaal het bedrag wat wij hebben ingelegd, krijgen wij van de bank. Dus ik krijg 20, jij krijgt 10 en Quinny krijgt zelfs 180. Nee, 80. 80, sorry. Ja. Sorry. Nou, dat is een beetje hoe het spelletje werkt. Dus zo gaan wij elke keer allemaal gooien en rondjes en stapjes maken en leuke vragen. En leuke challenges. Quinny Boy is... Zijn zespoort moet je naar huis. Oh, 4. Bijna naar. 4 stappen. Oh, dit is leuk, dit is leuk. Dobbel battle. Dus jij mag iemand uitkiezen en daarmee ga je tegen dobbelen. Dus kies eerst maar iemand uit. Ik kies Thijs uit. Oei. Oké, okay, nu moeten wij even inzetten. Dus Isa, Damien en ik mogen inzetten op wie wij denken dat gaat winnen. Nou, ik leg 50 in op Thijs. Ma, man. Go. Ik doe mee, 50 op Thijs. Oh, hey. Man. Nou, daar ga ik 50 voor winnen. Oké, okay, nou wie doet het eerst? Ja, ik vind dat Quinn mag bepalen. Hij komt op de dobbelsteen, dus ja. Wie mag beginnen? Thijs moet als eerst. Hoi. Oh my god! Ik kan dadelijk naar huis, dan ben ik blut. Nou, Quinny gooit 1. Quinny Boy. Quinny gooit altijd 1. Oh, hij gaat over. Nee! Oh! Let's go! Let's go! Let's go! Yes! Lekker! Moeder! Oh, my god! I believe in you, bro! Oh my god. Oké, okay, dit betekent dus dat jij 50 krijgt en 50 van de... Dus jij krijgt in totaal 100. Kijk eens aan, bro. Thank you, brother. Thank you. En wij krijgen allebei 50 erbij. En ik ben mijn 50 kwijt. Ja. Helaas. Oi, oi, oi. Oh, dit is een droom situatie. Wauw, dit is... Dit is echt... Hoe verzin je het? En dan nog één ronde kunnen worden. Maar dit zijn weer van die dingen dat mensen denken... Hoe krijg ik voor elkaar dat dit precies voor gebeurt? Ja. 2 en de ander 1. Bro. Oké, nou dan ga ik nu dobbelen.
1. Zo moeilijk is dat dus niet. Ik gooi serieus 1. Ja, oh, ik heb een vraag. Oei. Nice. Mogen jullie allemaal gaan lezen? Dan mogen jullie straks gaan inzetten of ik het goed ga hebben of niet. Oeh, lastig, lastig, lastig. Ja, het enige wat ik hoef te doen is gewoon me te focussen en gewoon het proberen goed te hebben. Wacht, wacht, wow, ik moet echt even goed nadenken. Wacht, ja, is die zo moeilijk? Wacht, ja, heel even. Is het zo makkelijk of... Nee, maar het is ook die... Ik kan het zelf niet. Die kleuren, even denken. Wat denk jij? Quinn kent me het beste, denk ik. Ja, ik weet wat ik ga doen. Oké, okay, nou, zet iedereen maar in. Ja of nee? Vraag, ik kan alleen 50 inzetten. Dan kan ik ook weer ruilen, zodat ik... Je mag ruilen met de bank. Heb je geen vertrouwen in mij? Nee, ik wil juist meer inzetten. Oké, okay, ik zie dat Quinn 50 inzet, maar ik weet niet of dat een ja of een nee is. Isa, die zet wat minder in, 20. Ik zet 30 in. 30. Thijs, bro... Oh, 50, let's go! Oh man, ja, je weet helemaal niet welke kant ik kies. Nee, dat kan ook nee zijn. Oh, het is de gele! Is dat 15 seconden, hè? Dat is echt heel cool. Dat is 15 seconden. Ben je klaar voor? Ik denk het wel. Oké, okay, de vraag is... Kan de speler 4 huisdieren noemen in een andere taal? Een bulldog, een hamster, cavia, een horse... Ja, 4! Pig. Ja, de 5. Dat is ook... Ja, dat is hem toch? Ja, ja! Ja. Maar dit is goed nieuws voor mij, want dat betekent dat ik al jullie bedragen krijg. Ja. 50, 100, 120, 100, dat is 150. Dus wow. Ik krijg 150. Oh, maar ik besef me nou dat ik heel die vraag verkeerd heb gelezen. Ik ook. Ik dacht 4 verschillende talen. Dus als je Engels hebt gehad, dan moet je ook. Ja, dat dacht ik ook. Daarom dacht ik, één dier in 4 verschillende talen. Oh, ik dacht gewoon in een andere taal. Maar nu, als ik dit had geweest... Wat stond er precies? Maar ik noemde expres nog eentje extra bij op die pik. Omdat ik zei Kevia. Kevia, ja, dat klopt niet. Ja, toen dacht ik, nee. Oh, maar ik had wel 4 andere. Daarom twijfelde ik dus toen ik die vragen las. Oké. Okay. Niet... Kan de speler 4 huisdieren noemen in een andere taal? Ja, maar dat staat niet talen. Dan kan je dubbel. En een andere taal. Andere taal. Ik wou het in het Arabisch doen. Ja. Maar ik dacht, ja, dat begrijp je niet. Nee, precies. Dus dat is wel fijn dat je voor Engels kiest. Doen voor precies. Ons, of, Nee, dat doe ik als het vlog uitstaat. Kijk, ik heb 50 voor jou. Come on. Nou gaat het wel hard, ja. 20. Nou gaat het hard. Nou is net alles kwijt, man. Dit net. Jij had 50. Ja, lekker bro. Let's go. Ja, ik had vertrouwen. Steady. Oké, nu mag jij gooien. Pak de dobbelsteen. Wow, ik ben gewoon blij dat ik deze euro-aanbieding niet heb laten liggen. Ja, is wel leuk. Nee, is echt leuk. Van 1999 naar 1899. Let's go. Kobe. Oei, waar komt hij op? Bro, alweer op 2. Alweer op 2. Ik was... Maar dit is leuk. Dit is een challenge. Yes. Yes. Even kijken. Mag hij deze zelf... Ja, hij moet zelf kijken en dan moeten wij daarna gaan bepalen wat of wij denken dat hij dat kan. Maar ja, zeker. Ja, nee. Er staat hier. De kaart wordt hardop voorgelezen. Sorry. Kan de speler 5 blauwe voorwerpen vinden? Alle voorwerpen moeten in 1 minuut op tafel liggen. Ja, maar niet zo... Hij kan nu al zoeken. Oké, maar nee, maar ja. Kijk nou niet. Ik kijk. Ik heb alleen hier naartoe. Hé, de lichaam. Hey, mag ik mijn ogen open doen? Nee. Welke dobbelsteen? Ik zei nog op het begin aan het spel, ik ga iedereen een eigen pen geven, dat is lekker makkelijk. Nee, maar je moet ze gaan zoeken, je moet ze vinden en op tafel leggen. Ja, maar als ze op tafel liggen, dan kan je ze... Nee, maar die pakken niet aan de bank. Ze moeten buiten tafel liggen. Nee, maar we laten deze vragen in vervolg rond gaan. En dan voor nu houden we het gewoon bij de 5 blauwe dingen. Oké? Okay? Ja, en wat voor... we moeten nog inzetten. Mag ik eens zien? Wat voor... Een minuut even. Wow, een minuut? Dat is een zwarte zandloper, een minuut. Hij is die, all in. Oké, okay. Ik hou 10 over. Ik hou 10 over. Alles. Als backup. Ik denk niet dat ik de kant hou. Oké. Okay. 3, 2, 1, go. Ik ben echt benieuwd. Hey. Oh, shit. Oh, shit. Kom maar, let's go. Ja. Lekker hoor, vertel eens wat je hebt. Ik heb hier nutteloze beetjes. Ik heb hier een vies afwasdoekje. Ik heb hier een dumbbell van 3 kilo. Icepack. En een dekentje. Ja, lekker hoor. Easy. Hij deed ook de vriezer open en er liggen 20 blauwe icepacks. Nou, gaan we weer terugleggen. Zo, maar nu heb ik flink gecashed, hé. Hij ook. Ik ook. Jij ook, ja. Jij het meest. Sowieso, ja. Hij heeft nu het meest gewonnen. Ja.
Ik zat nog te twijfelen om die bike op tafel te zetten. Ja, dat dacht ik dus. Ik dacht, hij gaat die motor op tafel zetten, maar goed. Want hij had letterlijk ook 5 icepacks kunnen pakken. Ja, klopt. Maar het was wel leuk dat je daarom nog precies. Goed gedaan. Ook leuk voor de video, hè? Oké, Damien. Jimmy, come on, hè? Ga je alweer voor 6? Ja, dan wordt je altijd 2. Oh my god. Oh, 5. 5 gegooid. Kijk, dat is deze volgens mij. Ja. Oké. Okay. Gaan we die even lezen? Allemaal zelf. Okay. Oh, wauw. Deze is simpel, hé? Kijk dan. Neem eens, dit serieus? Dit is serieus. Is dat junior? Ja, maar het is een vriend van jou, hè? Ik ken hem niet goed genoeg hiervoor. Maar... Ik weet wat ik moet antwoorden. Laat maar zeggen. Alles of nee. Oké, iedereen heeft goed gelezen. Er staat niet eens een tijd bij. Nee, het is gewoon een vraag. Oh, ja, het is een vraag of je het kan en je moet het doen. En dan weten wij het antwoord. Dus nou, we gaan even inzetten. Ja, is goed. Dan gaan we even inzetten. Gaan we zeker weten doen. Eeuwig, nou ben ik echt benieuwd, man. Oké, ik kies voor deze. Nee. En ik doe alles erop. Ja, oh, je legt de druk al hoog. Ja, dat weet je niet. Oké. Okay. Wat ik moet doen. Zal ik hem ben je klaar? Ja. Ja. Oké, kan de speler fluiten? Nou, dat weet ik niet. Ja, lekt dan. Come on. Ja, was dat een goeie? Ja. Ik weet niet hoor. Ja, ik weet niet hoor. Doe nog eens. Ik heb nog één. Ja. Dat hij niet kan fluiten. Hij kan gewoon fluiten. Kom hier met die money. Je moet wel even een warming up, maar... Dit is wel mooi, want dan krijg ik ook veel geld. Klopt. Jij krijgt het meeste. Wow, we hebben zoveel ingezet allemaal. Dit was wel echt een hele makkelijke. Yeah. Wow. Ik zou je zeggen, ik kan niet fluiten. Ja, dat was wel Kun je niet fluiten? Ik kan niet fluiten. Wat? Ja, maar dat is wel leuk aan het spel. Maar jullie wisten dat niet. Ik was niet aan het zingen, man. Zo, stel voor, we hadden alles ingezet op iets en jij wist het als enige. Ja, dat was echt leuk. Ik denk dat ik niet eens een risico had genomen, denk ik. Het gaat er echt vanuit dat iemand het kan, maar ik kan dat echt niet. Dan moet je wel niet proberen. Nee. Zo, ja, dat ziet er grappig uit, denk ik. Zo, hoor je alleen wind zo, ja. Van die ruften, van die hele vieze. Maar nu ben ik ook aan het lachen, dus dat kan het helemaal niet meer. Oké, ik vraag het over 5 minuten nog een keer. Laat maar zitten. Ik ben maar aan de beurt. Ja, jij hebt 4 gegooid, dus dat betekent dat het staat op dobbelen. Wie daag je uit? Nou, Enzo, aan jou de eer. Ja, daag je mij uit? Ja. Bring it on! Let's go. Ja, maar jullie moeten nu eerst geld inzetten. Ja, jullie mogen inzetten. Wie denk je dat gaat winnen? Ik moet eerst even geld krijgen. 10 euro zet ik op jou. 10? Nee, maar daag is mis en dan heb ik veel geld krijgen. Oké, jij zet 50 in. Dit blijft toch. Op mij? Ja. Oké, en jij? Ik zet 20 op Isa. Oei, oké, dus Quinn, Isa en jullie 2 op mij. Oké, wie moet... Ja, wat jij wil, jij hebt gegooid. Nee, ik ga beginnen. Oké. Okay. Oh! Oei, 3. Kan ik 2 kanten op gaan? Gewoon naar jullie toe, ja? Is goed. 3 is echt in het midden, hè? Dat is spannend. Let's go. Here comes the money. Heb jij 10? Heb jij 50? Lekker bro. Damn. Bedankt voor het vertrouwen. Jij bedankt voor het gooien. Ja, geen probleem. Ja, het schaken doen met jou, maatje. Marvin is ondertussen ook weer thuis. Die was eventjes aan het meedoen in de livestream van Milan. En we hebben het spel eventjes snel uitgelegd aan Marvin. Ja. Ik heb hier nu eentje. Deze is zo super geniaal. Lees me eventjes met mij mee. Kan de speler een vliegtuigje vouwen dat 3 tot 5 meter ver komt? Spreek voor het wedden een afstand af. De speler krijgt 1 minuut om het te bouwen. Dus je krijgt 1 minuut om het vliegtuigje te bouwen. 3 tot 5 meter. Dus van hier naar bijvoorbeeld de 2 deuren daar. Door de opening. Ja, dus nu moeten wij wedden of hij dat kan, ja of nee? Waar kan ik een papiertje pakken? Bij de printer. In de studio. Oh, hij is weg. Hij is weg. Ja, we mogen niet overleggen eigenlijk met elkaar. Nee. Nou, ik ben benieuwd. Maar ik had al zoiets... Ja. Oké, ik... Wat mooi is. Heeft iedereen ingezet? Ja. Iedereen ingezet? Ja. Niks meer veranderen? Nee. Oké. Ik wil 1 minuut krijgen. Ja, jij krijgt 1 minuut. Maar wat is het mooiste? Ik weet zelf niet of ik het kan. Kom maar. Een minuut? Dat is deze, ja? Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go. Ik ben ook benieuwd wat voor hij gaat maken. Want je hebt verschillende vliegtuigen die je kent. Oh ja, dit doe ik ook altijd. Ik heb denk ik nog nooit een vliegtuigje gevouwen. Nee? Echt niet? Deed iedereen toch altijd? Ja, maar ik kon dat soort dingen nooit. Oh ja, dit is wel goed hoor. Oh, je hebt genoeg tijd, hè? Je hoeft niet te... Oeh, hij gaat zelfs scheuren. Oei. Oei, joh. Ja. Come on. Special dicing.
Oh, zie je, niet gehaald. Oh my god, bro. Ik heb gewoon min. En nu wil ik wel even die stem weggeven. Ik had min! Hoeveel had jij op nee? 20. Het zijn jij? Ik had 50 op nee. Iedereen nee, of wat? Ik had ja. Ja! Hé, hey, ik had ook 50 op nee. Hey. Als ik hem nou wel goed gooi. Bro, jij maakt het raarste vliegtuig. Hij maakt zo'n raar vliegtuigje. Hij heeft gewoon een goed vliegtuigje en gaat hij hem scheuren. Je moet zo meer naar beneden gooien, kijk. Oh, zal. Hij komt gewoon weer terug. Hier, gooi dat propje eens. Dan kom je verder, denk ik. Ja. Maar goed. Deze is voor Marvin. Ik denk dat hij heel erg leuk is. Ik heb hier een euro. En er staat hier, kan de speler... En dan moet je nog niet laten blijken of je het kan of niet. Maar kan de speler een munt laten ronddraaien en stilzetten zoals op het plaatje? Zonder dat de munt op zijn kant valt. 3 van de 5 keer. Je krijgt 5 pogingen om dus het te laten draaien. En dan met je vinger erop te drukken, wow. Zodat je zo komt staan. Je mag het 5 keer proberen en je moet de 3 keer goed hebben. Okay. 3 moet je er goed hebben. Dan mogen wij nu inzetten of ze het gaat halen, ja of nee. Geef je alvast de euro. 3 van 5. Mag het op het daar? Dit is wel... Ja, ja, ja. Mag op het aanrecht. We gaan met z'n allen naar het aanrecht om te kijken. Oh, dat is leuk. Uitstapje. Ik vind het wel heel erg. Bro, hoe kom je erbij? I don't know, man. Het wordt ineens omhoog. Ja, ik denk dat ik jullie ga verbazen. Nou, dat weet ik niet trouwens. Weet ik niet. Ik doe het wel rustig aan. Ik zet 20 in. Ik zet 20 in. Oké. Okay. Wie heeft er meer dan 20 in gezet? Ja, 30. Ik 30 ook. Oké. Okay. Nou, ben benieuwd. Oh, wow! Oké, okay, dus dan, dit was de eerste keer. Oké, okay, laat hem goed draaien. Ja, ja, dit is ook een goeie. Mark, come on, hè. Oh. Oké, okay. Nee. 1 keer gelukt, 1 keer niet gelukt. Shit, come on. Oh shit! Oké, nu moet je alle 2 keer goed hebben. Nee, dat was zo balen, kom op, je kan dat. Hij zegt dat ik het niet kan. Jawel, ik kan dit, kom op. Ik kan het wel, let maar op. Ah. Oh! Hoe kan ik dan de eerste meteen goed hebben? Ja, die was knap. Yes! Oké, ik denk dat iedereen op nee had gestemd. Nee, ik had ja gestemd. Ik had ook op ja. Serieus? Ik dacht ook, dit is zo makkelijk kan. Je had ook ja. Hey, ik vond het heel moeilijk klinken. Ik dacht, out of the box. Ik had ook nee. Ook, oh, wat? Ik had ja. Ja, maar ik dacht, jij kan dat. Ik kon het ook 1 keer, maar niet 3 keer. Oh. Ook wel veel, hoor. Dames en heren, we hebben hier een dobbelsteen battle. En nu heeft Damien Myron uitgedaagd. En iedereen die heeft op Myron gestemd dat zij gaat winnen. Behalve ik heb 50 op Damien. Dus we gaan eerst even een stare down doen voor deze battle. Oké, okay, komt ie. Oké. Okay. 1, 2. 6, kom op. Ja, ja. Wat is het? 5. Let's go. Damian. Maar ja, dat is nog eentje die ook is. Ja. Dus, dat bedoel ik. En jij hebt al eerder 6 gegooid, dus jij weet hoe dat moet. En jij stelt mij niet teleur. Oh, oh. Oh. Moment van het woord 6. Oh my god, ja, ik ben mijn 50 kwijt. Let's go. Maar krijg ik dan geen geld? Sorry, nee. Enzo. Tuurlijk wel. Ja? Nee. Dat gaat er net zo mee. A few moments later. Oké, okay, ik heb al ingezet. Het is gewoon echt al mijn geld. Ik ben heel erg benieuwd. Wat gebeurt er nu als jij nu, als je alles ja, verliest? Dan ben je af. Echt? Ja. Waarom doe je dan al in? Ja, als ik bewaar. Wacht, die doe ik dan een tientje wel. Maar nooit. Komt ie, hè? Je hebt 15 seconden. Ja, ik doe ook gewoon al in. Fuck it. Nee, ik niet. Oké, okay. Kan de speler 5 beroemde schaatsers noemen? Oh. Sven Kramer, Irene Wüst. Ja, dat was het wel. Oeh, zie je? Kom op, man. Dus nee, maat, ik kijk nooit schaatsen. Er zijn zoveel topschaatsen. Let's go. Ik zou dit niet kunnen, hoor. Oei, oké. Okay. Let op, let op. Oké, okay, noem 5 schaatsers binnen 5 seconden. Kjeld Nuis, Shani Davis, Heather Richardson, weet ik veel. Sven Kramer, Irene Wüst, die hoor je altijd. Ja, Kjeld Nuis. Oké, okay, nou, helemaal top. Ik won het. Nice, ja, ik ben blij met mijn all-in toch? Ik heb 2 tien. Iedereen had nee, hè? Sorry, bro. Ja, maar ja, terecht. Had ik bij mezelf ook nee gedaan. Als ik een uur had, wist ik het niet eens. Daar komt hij, ja. Je hebt 15 seconden de tijd. Gele zandloper. Kan de speler 6 verschillende soorten ballen noemen die worden gebruikt in de sport?
Voetbal, rugbybal, tennisbal, golfbal, volleybal al gezegd. Nee, zwembal, nee. Hockeybal heb ik ook al gezegd. Nee, had je nog niet gezegd. Had ik nog niet gezegd? Nee. Dan heb ik ze toch? Ja. Ja. Jeetje, we zijn lekker bezig. Ja, dat is toch? Wat jij? Nee, die had ook. Ja, ik had nee. Ik had ook nee, ik ben 150 verloren. Ja, let's go. Je hebt 5 pogingen. Kan de speler een dobbelsteen in de lucht gooien en opvangen in de nek zonder dat de dobbelsteen afvalt? En dan hebben we het niet over die grote natuurlijk, dan hebben we het over die kleine. Het hoeft maar 1 keer te lukken. Moeten wij nu gaan stemmen of het haar lukt, ja of nee? Ik stem 50. Ik ook. Weet je wat, we gaan lekker een 1500 maken. Damien heeft zoveel geld, die maakt er 500 ronden van. Ja, maakt er een ruk van. Ik denk dat ze gaat verbazen misschien wel. Oké. Poging 1, kom op, je kan het. Oei, dat was bijna. Nee, maar hij zal maar per ongeluk blijven liggen. Dan ga ik helemaal stuk. Ja, dat is echt zo. Ja. Oh, 3, kom op, nog 2. Dat is niet verder dan ik. Laat ik het achter. Oei. Waar hadden jullie op gestemd? Ik had nee. Ik denk dat niemand dit ook kan. Op nee gestemd. Hij had op ja hoor. 100 op ja had hij. Ja, had wel vertrouwen in Isa. Nee, ik dacht dat ze zou verbazen. Dat in één keer wat hij zegt, hij zal in één keer zo erin vallen. Ja. Deze is echt geniaal. Hiervoor ga ik even iets pakken. Oké, Thijs, ja, schiet maar hetje. Kijk jou zo weer, ja? Denk je dat hij gaat pakken? Een boek of zo. Kan de speler op de grond gaan zitten en weer opstaan met een boek op zijn hoofd? Zonder dat het boek eraf valt. Je krijgt 2 pogingen. Wow, dat is wel aardig. En dit is aardig. Groot, dik boek, best breed. Dus dat maakt het wel wat makkelijker. Je moet gaan zitten op je billen en dan weer gaan staan. Maar wacht even, nu doe je het verkeerd. Je moet staan. Ja, je moet staan, beginnen. En dan op de grond zitten en dan weer staan. Dat is wel moeilijk, hè? Oké, de eerste poging gaat nu in. Mag ik niets vastpakken, of wel? Nee. Helemaal gaan zitten. Hij kan er wel. Zie je zijn hoofd. Het hoofd is makkelijk. Oké, ik zit. Ja, nu zit je. Oké, nice. Even rusten. Oh! Hoi! Was het niet? Nee, ik stond niet. Nee. Tweede poging. Oh, heel dat begin gehad. Moet ik er nog een keer gaan doen. Oeh, je gaat wel snel. Rustig. Zo kunnen. Maar dat is uit, hoor. Ja, doe ik. Good. Hoi! Ah, zo zonde. Maar hey, ik had wel nee gestemd. Ik had op niet. Ja gestemd. Ik ook. Maar het was blind. Dus we mochten niet weten wat er ging gebeuren. Nee. Had je op jou? Ja. Zo, ik had het gewoon weg. 350 van Damien weg. Oei. Dit was wel een leuke opdracht. Ja, lachen. Ja, geniaal. Nou, Marvin, jij bent. Ga maar dommelen. Oh hey, 6! Ja! Waarom heb je nodig, man? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Blind! Oh, alweer! Ja, dit is blind stemmen. Dus nu moeten wij gewoon random ja of nee pakken. En dan moeten we gewoon stemmen. Maar ik moet wel kiezen of het een vraag of een actief. Oh ja, eerst kiezen. Ja. Welke? Ja. Wordt het een actief iets of een vraag? Een actief. Een actief iets. Nou, ik doe er alsnog 50. Dat vind jij leuk. Ja, dat vind ik leuk, hè? Ja, dat vind ik leuk. Oké, ik heb 50 ingezet voor een blind iets. Ik heb gewoon punten nodig. Heeft iedereen ingezet? Ja. Een actief iets. Wow, alweer met een muntje. Kan de speler een munt over zijn of haar vingers heen wippen en terug? Je krijgt 3 pogingen. Hoe bedoel je dat? Precies zoals op het kaartje staat. Dus je moet van deze, moet je hem naar deze kant en weer terug. Ik moet nooit iemand zien doen. Ik ook niet. Ah, nee, ja, heen wippen en terug. Ja, dus hierheen, dus naar die kant en weer terug. Oké. Okay. Dat moet je proberen. Je krijgt 3 pogingen. Oké, okay, nou, ik zou zeggen pak de munt erbij. En probeer maar met je hand heen en weer te doen. Jeetje. Maar moet je heen en terug. Ja, heen en terug. Oh, dit gaat goed toch? Hier, kijk dan. Oh, jezus. Hier, dat is 1. Ja, en nu daartussen. Wow. Oh! En nu weer terug. Kom op. It's satisfying. Ja, man. Wow, ja, easy. What? Wow, yo. En nu weer terug. De laatste nog. Oh, je ziet hoe erg ik tril. Maar niet uit, je gaat het gewoon halen. Wow! En wat had ik? 50 op? Ja! Ik heb al ingezet. Al in, als enige. Als ik dit niet goed heb, dan lig ik eruit. Ik heb 900 ingezet. 900? Oké. Okay. De bedoeling is dat Quinn
15 seconden lang de munt laat draaien. Dus dat is deze zandloper. Je krijgt 2 pogingen. 15 seconden. Easy, bro. Ik heb all in. Easy. Nee, man. Oh my god. Ik zei het ook. Oh my god. Ik wist het. Ja, maar hoe draai jij je munt, bro? Nee, niet helpen. Doe gewoon zoals je wil. Hoe draai jij een munt? Ik heb dat nog nooit gezien. Dan schiet ik hem eraf en dan ben ik al helemaal lus. Ja, maar ga dan op de grond beginnen. Oké. Ja, ik mag dus wel proberen totdat hij gaat, echt. Dat zeg maar. Ja, als hij draait, dan draait hij. Ja, maar niet dat als hij hem nu wegschiet, dat hij dan al telt. Ja, als hij hem wegschiet op de grond, dan is wel een poging. Ja, nee, dan ga ik sowieso daar, want ik kan dat. Bro, hey, wat is dit, man? Hey, ik ga... schiet naar muntjes. Sorry, papa. Maar ook een vriend op. Oké, ja? Oh my god. Hij draait nog. Maar nu niet meer. Oh my god. Ja, ik lig eruit. Bro! Ja, ik kan dat niet zo. Oh my god. Nee, bro, hoe draai jij een muntje? Heb je dit op school nooit gedaan? Nee, wij deden altijd zo afschieten alleen op je knokkels. Oké, wat draai jij hem om als ik doe, ja? 3, 2. Ja, zo op je doen. Ja, maar ik kan dat niet zo. Dat zag je net, hij ging heel ver weg. 5 seconden van, hoor. Maar ik nog niet. Jij had het ook niet, dat is onmogelijk. Het is gewoon echt super moeilijk, nog één keer. Hey, jongens. Oh my god. Het staat nog op film ook. Hij is net zo onhandig als ik, jongen. Niet normaal. Ik lig eruit. Oké, we zijn klaar met het spelletje doen. Isa en Quint zijn weer naar huis, maar het was ontzettend gezellig. Uiteindelijk heeft Damien gewonnen. Neem je PlayStation. Ik heb het zeker gedaan. Wat wij nu gaan doen is, we gaan het deeg molesteren. We gaan helemaal... Oh, hij is lekker. Goed op temperatuur. Rollen. We gaan rollen met de kerstroller. Met kerstboompjes en alles erop. Aha, kijk eens. Niet te dun. Dat heb ik net al even getest. Ik denk dat hij nu al goed is. Ja? Ja. Ja, ik ben ook sterk, hè? Gaat snel. Nou, en dan kunnen we hier hebben we wat voor. Oh, ik wil dit poppetje. Dat is zo'n poppetje wat het leven kan best mogelijk in de hoeken beginnen, toch? Ja. Je moet zoveel mogelijk benutten. We kunnen daarna op het einde gewoon nog een bal van maken. Kijk. Natuurlijk. Dan moet je hier ook een beetje zo, ja? Is ook lekker, toch? En dan kun je hem daar op het bakplaatje leggen. Ik kan gewoon eten ook dan. Oh, ja. Kijk dan, hoe leuk. Ja, een poppetje. Dat is perfect. Je moet ze wel gooien, dat is een regel. Je met moet Rick gooien. Met Rick. Kerstmompie. Ja, ik doe gewoon nog een keer deze. Waarom niet? Ik doe deze. Wat is dit? Een sneeuwpop. Zo mooi hoe Thijs sommige dingen zegt. Wat is dit? Wat is dit? Ja, dat is gewoon mijn Brabantse loof. Ik neem bijna op zijn kop. Goed benut. Kijk, dit is echt goed benut. Zo doe ik je meenemen. Ja. Draai. Doe ik hem hierin. Hop. En dan? Ik maak ook een sterretje. Is leuk, hè? Ja, dit is echt. Ik probeer mijn woordje, satisfying. Oké. Nou, dit weer tot een deeg. Ja, en dan kan je eerst deze bal doen, want ik had hem even in 2 gedaan. Zo, maar dit is goed deeg nu, hoor. Ja, dat werkt. Goed. Ja, de handje weg. Zie jij wil helpen? Ik doe helemaal niks. Wow. Wat doe jij? Ja, maar gewoon, ik heb een andere techniek. Ik wil niet zeggen dat het meteen fout is, hè. Ja, dit is gewoon top, toch? Nee, dat is wel te dun daar. Ja, maar die doe ik altijd op het einde. Maar doe je dit even zo? Maak even een familie beneden. Het gaat best wel snel al, hè, dat deeg. Ja, zo. Moet niet dunner, hoor. Doe meteen een grote ster. Nog een kleine ster? Doe al die figuurtjes zo naast elkaar. Maar dat dacht ik ook aan. Zou gewoon één bal erin leggen? Nee. Eén grote koek. Je wou toch KP? Ja, één grote koek. Ik heb hier nog wel echt een hele grote ster. Kijk. Een grote koek, lekker. Ja, ik wil één grote koek maken. Eén hele grote koek. We maken één hele grote koek en leg die op dit gek. Jij probeert dat zo Nederlands te zeggen. Maar goed, we gaan weer verder met het bakken. Op dit moment gaat Enzo, of ik ga hem uitvallen. Eén grote koek. Dit gaat echt super goed. Oh. Thijs. Is dat niet goed? Nee, kijk hoe dun die hier is. Oh, wow, we hebben deze helemaal niet gebruikt. Nee, dat zeg ik net. Deze wil ik perfect doen. Perfect nou, hè? Ik denk dat die nu past, ja. Oh my god, perfect. Wow, die is groot, hè? Nee, toppers. Echt prettig. Hoeveel koekjes hebben we nu in totaal? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21... 23, 25, 27, 29, 31. Kom op. Waarvan één hele grote ster. Eén hele grote koek. Oké, nice. Nou, daar hebben we alle vormpjes gemaakt. Where are my babies? Doe er maar in. Dus 1,
En dan deze daarboven. Of en nog eentje daarboven. Oh, die grote sterren is echt mooi hoor. Topper. Hop. Dicht. En dan timertje. Bam. Maar nu kunnen wij al de kleurtjes gaan maken die we erop willen. Oké. En waar gaan we dat doen? We gaan dat hier doen op het schone blad. Oké. Okay. Oh shit. Wat was dit even? Oké, die is weer kapot. Oké, we moeten 400 gram poedersuiker. Dus dit is dus al 250. Ik kan me eigenlijk helemaal ingegooid hoor. Nou, deze ook. Oh. En stop de tijd. Wow. Wow, deze niet. Precies. Ja, deze niet. Oké, en dan 10 gram eiwitpoeder. Ja, we hebben alleen deze eiwitpoeder. Ja, dat maakt niet uit. Nu moeten we 1/19 van het water moeten we er doorheen roeren. Dat is 60 milliliter. Nog meer? Oh shit. Hey, maar nu moeten we dit eigenlijk... opeten. Nee, verdelen en dan kleurstoffen doorroeren. Want dan hebben we verschillende bakjes. Ja. Met, vier bakjes pakken of zo. Hoeveel kleuren heb je? Was, ja, maar met die kleuren kun je elke kleur mengen. We zijn wel kerstkoekjes, hè? Okay, dus moeten rood deze, groen, zo moeten we het doen. Is dit dik genoeg, denk je? Als je wil weten of de glazuur goed is, wat je kan doen, is een trucje van mijzelf. Is hou de spatel in de lucht en kijk of het langzaam naar beneden gaat. Dat doe ik met. Nou, even serieus, weet je wat hier staat? Staat daar een echt zo? Nee, let op. De icing heeft de juiste structuur wanneer je een lepeltje uitneemt, dit teruggiet in het schaaltje en de icing binnen 10 seconden weer een glad oppervlakte heeft. Oké. Doe nou eens even zo laten vallen en dan kijken of het 10 seconden duurt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, het is echt perfect. Dit is perfect. Dit kon gewoon niet beter. Kon niet beter. Dus nee. Je ziet jongens, soms heb je een foutje, maar het kan ook eigenlijk nog goed zijn. Het is gewoon een topcombi, hè? Come on. Dan maken we 2 bakjes. Maar groen mengen is toch wel echt moeilijk. Je denkt het is 50-50, maar dat is niet zo. Weet je wat ik moet doen? Geel en een heel klein scheurtje bruin. You sure? Yes. Waarom doe jij dan niet die? Hè? Waarom doe jij dan niet Omdat ik wil zien hoe jij het doet. Ik ga deze doen, ja. Zoveel? Nee. Zo, haaaaaa! Dan schrik ik weer. Dan denk ik dat ik fout heb gedaan. Dat is wel even een proces om dat te zeggen. Wow! Zijn we tevreden met de kleuren? Ja, toch? Ga even gek doen. Ik denk dat als je nu een heel klein druppeltje erbij doet, dat die kleur meteen heel erg verandert. Maar echt een heel klein druppeltje. Dat moet echt in. Dat was zo leuk. Wat de heck? Ik zat echt zo van, oh, dit gaat dan dus uitkomen. Dat was hier weer terug. Ik weet niet of je dat zag op camera. Oh, dat was echt te goed. Oh shit, dit is te veel. Gaan we zo zingen naar de koekjes? Doe maar. Lieve koekjes, we wachten op jullie. Ik dacht dat je Oh Denneboom zou gaan zingen. Nee. Oh Denneboom, oh Denneboom. Wat zijn die koekjes van de school? Echt hè? Dankjewel. Ik denk dat ze eruit kunnen. Ja, dit doe ik. Het is wel grappig als ik dit doe. Doe jij maar, het is gewoon grappig. En ook echt net op tijd, hè? Want die achterste zijn gewoon, toch... Kijk hoe goed ze eruit zien. Dit is echt... Behalve die is nog niet helemaal klaar, maar... Wel, dit is top. Ah! Oh, serieus, ze heeft pijn, hè? Ik ben wel niet schreeuwen, maar deze is even pijn. Maar goed. Schreeuwen, dat is een gilletje. Het belletje gaat nu af, hè? We hebben hem er 30 seconden te vroeg uitgehaald, maar dat is gewoon top. Dat is gewoon top, jongens. Die 30 seconden had gewoon niet langer gemoeten. Het is wel een beetje een raar sterretje, deze. Daarboven kan ook nog. Deze mooiste die allemaal... Zo, in Nederland. Dit is de mooiste van allemaal. Wij zijn maar naar mee, joh. Waarom leg je die op de kop? Ah, ze serieus heet. Het is zo'n leuk idee, serieus. Het is zo graag. Ik heb zo, we gaan een verhaaltje maken. Wat we gaan zo die sterren allemaal in de lucht doen. En die poppetjes zo beneden met de kerstbomen. Leuk, ja, echt toch? Leuk.
Ja, maar dan wel hem niet doen. In je hoofd. Dan moeten we dat nu beslissen. In je hoofd was het leuker, hè? Maar dat kunnen we doen. Die sterretjes liggen goed. Ja, maar deze moeten gedraaid. Het is zeg maar een gezinnetje. Die ster hier. We hebben heel veel bomen. Dit is vet. Ja, maar ze moeten nog geglazuurd worden. En dan heb ik een piek. Oh, zo vet nou. Jeetje, die is echt vet. Ja, deze moeten gewoon hier zo staan. Ja, die moeten we nog glazuren. We doen hier de poppetjes en daar de kerstmannetjes. Want die kerstmannetjes? Zijn, dit zijn kerstpoppen. Sneeuwpoppen. Ja, dat wel, ja. Dat zijn geen kerstmannen. Deze sneeuwpoppen. Sorry. Die doen we rechts. Ja, en dan hier zijn de mensen. Dus dit is het verhaal. Op een mooie winterse dag in Nederland vormden de sneeuwpoppen zich en de kerstboom werd opgetuigd door de mannetjes. De kerstboom staat met een mooie piek en wat denk je? Heldere nacht. Sterren. En daar was Johan. En Johan zweeft tussen de sterren, want hij is een sterretje. Omdat hij een ster is voor mij. En dat weet u zelf ook, Johan, als je kijkt. Wat is dit? Ik heb geen idee. Oké, juist. Nou, whatever. Nou, we gaan het even aan Enzo laten zien nu. Presenteer jij hem? Ja, is goed. Toch, ziet er goed uit. Enzo Knol. Yo. We are here. Zijn ze klaar? Holy shit. We hebben hier het verhaal. Zo, ze ruiken lekker, hè? Ruikt lekker, zien er goed uit. We hebben hier een verhaal van de winterse nacht. Je ziet hier aan de rechterkant wat sneeuwpopjes. Die zijn lekker aan het flaneren. Wow. Aan de linkerkant zie je de familie. Hè? Allemaal gelukkig. Hey. Midden in een mooie kerstboom met een mooie piek. Wow. En dan? Wat zie je in de lucht? Sterren. En een marsmannetje. Johan. Johan is een ster voor ons. Ja. Nee, maar Johan is gewoon een ster en... Maar mag ik een koekje eten? Nee. Ze moeten nog glazuren. Ze moeten nog even glazuren. Ja, als ze rijken, zoals we hebben net glazuur hebben gemaakt. Mooie rood en een mooie groen. Ik heb net een geproefd. Sick, man. Maar we vinden het wel jammer dat onze collega ons verlaten heeft voor een spelletje Call of Duty. Ja, dus, werd geroepen. Maar ik vind het echt sick. Maar ik ben bijna klaar, dan wil ik even helpen. Ik ga hem even lekker glazuren. Ja, nou, zo ik zit hier voor de mentale steuning. Ja, ja. Dat snap ik. En jij krijgt geen koekje, dat weet je. Ik ben er weer. Ik ben terug van gamen. Hoe gaan we het aanpakken? Ja, je luistert. Maar wacht hè. Wat is er, maatje? Ja, ik zit helemaal voor jou gamen. Dan kom je alleen als het leuk weer. Ja, we gaan nu opknappen. We gaan de zakken vullen. Daarna gaan we kijken naar de koekjes. Welke kleur we erop hebben. Zo, kijk hoe dit uitziet. Zo, dit is zoet, hè. Spoedig niet normaal. Dat moet daarin, hè? Dus nu ga je dat vullen, ja? Dan mag jij. Oké, zal ik dat doen? Kun jij hem openhouden? Hier kan je hem gewoon gieten. Oh, Thijs, help, het loopt al. Dit eronder. Wow, wat doe je? Daarboven ging het goed. Marjorie, kan jij even lepelen? Nee. Je moet meer open. Marjorie. Wacht, ik kan. Nee, bro, wat doe je? Waar is de lepel? Ja, die is daar in die bak. Nou moet je hem... Kijk, het glijdt eraf. Dat is niet de bedoeling. Je moet meer op het midden hier zo. Kijk, dit sterretje. Kijk. Oh mijn god. Wow. Dit was één. Weet je hoe je hem redt? Marjorie, die van jou is nice. Ja, die is nice. Die is voor Damien. Nou, ik heb hier iets van een sneeuwpopje of zo. Maar ik ga nu het sterretje ook even. Wil je niet met groen verder? Nee, doe jij maar. Ik sta op een balletje. Zo goed weer. Oh, hier, kijk dan. Pas op voor je mouw. Hey, jij. Oh my god. Je hielp haar, maar ook weer niet, zeg maar. Ja, ik hielp haar gewoon. Ik ga jou aanvullen, ja, bij deze ster. Ja. Kijk, als jij hem dan verder afmaakt, dan hebben we allebei een laagje. Nou, hij ziet er wel goed uit. Ja. We hebben ons best gedaan. Deze ziet er op het moment nog het best uit. Ja. En dan deze. En dan deze.
Sorry, Myron. Ah, je wou mij pranken, maar je prankt Myron. Sorry, Myron. Myron kan het echt goed. Kijk, Myron heeft ook deze poppetjes gemaakt. En al die kerstboompjes. Deze heb ik gemaakt. Ja. Deze is niet heel slecht. Die is mooi. Die groene ster is mooi. Ja. Echt nice gedaan. Oké, Myron doet het even voor. Eén stipje. Kijk, even goed uit laten druipen. Knap dat Myron dat weet als vrouw. Tweede stipje. En dan derde stipje. Kijk eens even. Hoppakee. Dus ook dan een heel jij klein... zit weer te morsen daar met je groene. Je houdt hem niet in de gaten. Wat kan ik nog doen wat leuk is? Ja, gewoon die sterretjes, die buitenkantjes, want het moet niet te zoet worden. Kijk, dit is echt... Dit is niet normaal. Maar kijk, deze die ik heb gemaakt, die zilveren balletjes. Ja, ziet er wel het lekkerst uit. Ziet er wel echt lekker uit. Ja, die balletjes is wel lekker. Maar dit is echt mooi wat hier ligt zo. Oké, dan is nu de tijd aangebroken om allemaal een koekje te pakken en lekker te genieten. En als jullie het niet erg vinden, pak ik deze. Wauw. Dat vind ik wel erg. Ja, die is echt perfect. Ja, deze is echt heel erg mooi. Kijk dan. Wat heb je voor mij gemaakt tijdens die deze. Ja, gemaakt, maatje. Alsjeblieft. Enjoy. Nou, eet smakelijk. Ik ben benieuwd. Ik denk echt dat ze heel lekker zijn. Poppetje, mijn proost. Zo, jij hebt ook een mooie. Oh. Ja. Ja, is het lekker? Ja? Ik heb wel veel glazuur op mij, normaal. Die onderkant is best knapperig. Ja. Allemaal even lekker aan het smikkelen, hè? Ja. Best lekker zo'n koekje eten om 1:30 s'nachts. Wow. 1:30 s'nachts alweer. Ze zijn een beetje hard, maar de smaak is wel goed. Ja. De smaak is goed, vinden ze iets te hard. Ja. Zo'n koekje. Hoe ben je deze? Kijk, die onderkant overal zijn allemaal een beetje te donker. Zijn te donker. Maar vind ik wel lekker. Dames en heren, besef dit. Dit is de schoen van Myron. En dat is de schoen van Damien. Dit is maat 39. 38 tegen maat 49. Wow, yo. Wat hier is nog veel erger. Zo. Dit is echt niet normaal. Maar als je hem gewoon zo naast jouw voet zet, zeg maar. Dat is echt bizar. Met een babyvoet of zo. Baby's. Ja, en een reuzenvoet. 38 is echt niet klein hoor. Hij is meest... 11 maten groter. Ja, 11 maten. Maar 38 is voor vrouw echt niet heel klein. Ja, maar het is ook niet erg. Maar ik wou gewoon net verschil laten. Daar kan jij niks aan doen. Echt sick. Oké, dames en heren, dat was het dan voor vandaag. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet er niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.